kijk even naar de heer Leon de Jong. Een nieuwe vraag volgens mij, want anders geef ik de heer... Hierop voort bewegen. En u ook, de heer Van Kent? En u, de heer Nijboer, ook? Ja. Gaan we hiervoor zitten? Nee, zeker, maar omdat ik even kijk, omdat de heer Nijboer nog niet aan het woord is geweest, vind ik het wel fair dat de heer... Ja, heeft u er geen bezwaar tegen dat de heer Leon de Jong? Oké, de heer Leon de Jong, PVV. Gaat u gang. Probeer de balans een beetje te bewaken. Ja, gaat u gang. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, ja, beleggen met geleend geld, dat klinkt als een slecht financieel product en dat is het ook. Maar wat ik wel echt een bezwaarlijk iets vind, kijk, ik vind het natuurlijk hartstikke goed dat het amendement komt. Omtzigt heeft zich ook met samen, ik ook en Van Kent en anderen, hebben zich druk gemaakt over het feit dat er met geleend geld kan worden belegd. De minister heeft altijd gezegd nee, daar ga ik verder niks aan doen. Waarom zegt de minister niet gewoon op voorhand, ik ga dat fixen? Waarom zegt de minister niet gewoon vandaag toe dat u zegt, dat risico ga ik wegnemen en dat ga ik regelen in de wet? De minister. Voorzitter, ik vond het wel zo netjes als de heer Omtzigt zegt, ik heb een amendement klaarleggen, dat ik dan zeg, oké, dan ben ik benieuwd naar het amendement van u. Dat was ook gewoon eentje, ja. Omdat ik hoor dat de Kamer zich daar zelf al over gebogen heeft. Ja. De heer Leon de Jong. Nou ja, ik snap wel de verloren onschuld te gaan spelen hier, maar het gaat om het feit dat u de minister bent, beste minister. En u heeft de regie. En het zou toch zo moeten zijn dat als u iets ziet gebeuren, u houdt het eerst wekenlang tegen, vervolgens beweegt u een beetje. Dat vind ik goed. Dat vind ik, nogmaals, dat vind ik goed. Ik hoop ook echt dat dat in de wet komt. Maar waarom regelt u dat niet zelf? En dan kom ik dus bij mijn volgende vraag, de haast. Zojuist was er een klein toneelstukje van Beukerink en Seder die hier aan de microfoon kwamen van joh, er is toch zometeen, als de wet is aangenomen, toch nog een mogelijkheid tot reparatie. Mevrouw van Beukerink moest nog worden uitgelegd wat parametersets waren. Ik hoop dat ze er iets van opgestoken heeft. Maar waar het om gaat is, meneer de Jong, is dat, maar voorzitter, meneer de Jong, waar het om, voorzitter, ik ben mijn vraag. Nee, ik geef u het woord, maar doe dat nou niet. Weet je, laten we nou niet, dat roept weer een reactie op. Laat het alsjeblieft het debat voeren op de inhoud. De heer de Jong, gaat verder. Voorzitter, er worden toneelspelletjes hier gespeeld. En u bent degene die de leiding moet orden. Zeker. Dat is allemaal waar. U moet regelen dat het allemaal goed gaat. Schakel dan ook in op het moment dat dat soort gekkigheden voorkomen. Voorzitter, waar het om gaat is op het moment... als we kijken naar de haast, daar gaat het mij om, de haast. Waarom zegt de minister niet gewoon, we gaan voordat die wet in stemming komt, gaan we allerlei zaken die we misschien along the way niet goed hebben ingeschat. De Kamer heeft zich uitgesproken. Ik vind het eigenlijk wel goed om met die Kamer serieus te nemen. Daar neem ik mijn punten in mee. Waarom zegt de minister niet gewoon, ik ga geen haakje in de wet zetten, specifiek alleen om achteraf nog te kunnen repareren. Ik ga van tevoren repareren. Waar komt de haast vandaan voor het invoeren van deze wet? Daar ben ik erg benieuwd naar. Minister. Voorzitter, die discussie hadden we denk ik net ook. En de haast herken ik niet helemaal, laat ik het zomaar zeggen. Dit wetsvoorstel ligt vanaf maart in deze Kamer. Wij hebben, ik meen dat er 1400 vragen over zijn gesteld. U heeft hoorzittingen gehouden, ronde tafels gehouden. We hebben 5 wetgevingsoverleggen gehad. En terecht, zeg ik er allemaal bij. En we zijn nu op het punt, gelukkig, dat we ook het plenaire debat kunnen voeren over hoe we tegen deze wet aankijken. En dat moet ook, want het is een enorme grote hervorming. En dan moeten we ook met elkaar goed dat debat voeren. Daar sta ik dus ook totaal voor open. Ik merk tegelijkertijd, en dat was de vraag ook van mevrouw Den Haan, die zegt, ja, die pensioenfondsen die kijken nu eigenlijk allemaal vragend, wat moet ik doen? Want wij hebben straks best grote keuzes te maken. Ze willen heel graag indexeren, omdat juist met deze inflatiecijfers die koopkracht zo hard uitgehold wordt. Maar ze willen ook weten of dat straks nog kan tegen de versoepelde voorwaarden die we hebben gedaan op basis van de nieuwe wet. Want als we in dit huidige stelsel blijven, dan betekent met soepelere regels indexeren herverdeling van jong naar oud. Dat houden ze ook niet eindeloos vol, dat willen ze ook niet eindeloos volhouden. En ik ook niet, want je wil daar die solidariteit in dat stelsel houden. En daarom willen zij ook graag weten, waar zijn wij zo meteen aan toe? En het is deze Kamer die duidelijkheid kan geven, na een goed debat, op een goede manier. En ik ga heel de dag hier staan om alle vragen te beantwoorden. Maar dat vind ik een belangrijke verantwoordelijkheid die ik voel en ik hoop dat de Kamer die ook voelt. Tot slot de heer Leon de Jong. Ja, gaat u gaan. Voorzitter, de haast zit hem in het volgende. Als het gaat om het vorige punt, bijvoorbeeld dat beleggen met geleengeld voor jongeren, waardoor ze op nul kunnen komen staan en dat het, als je dat ziet als jongeren, dat je denkt van waarom zou ik in godsnaam nog pensioen verplicht pensioen gaan inleggen. Dat is iets wat ze niet in een noten van wijziging heeft gezet, want dat is letterlijk citaat die ik uit de handelingen heb gehaald. Ik wil namelijk dat de wet
dat die voortgang van die wet niet in de weg zit. Daarom is het, jawel, kunt u nekken, ik kan er zo een citaat wel weer bij halen uit de handelingen. Ik heb verdorie daar de hele week heb ik erop zitten studeren. Dat is wel gezegd. Ik stop het niet in de noten van wijziging, want die noten van wijziging moet snel komen. En dat heeft te maken met het feit dat er snel die wet moet worden behandeld. Dat is de reden. Mijn vraag is, waarom worden de zaken, zoals bijvoorbeeld de Raad voor de Rechtspraak, zaken als lenen en daarmee kunnen beleggen. Ik spreek ook mensen in de pensioensector zelf, niet de bobo's, maar de mensen die het moeten uitvoeren. Hè. De mensen die op de werkvloer zijn, die maken zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid. Die zeggen, even pas op de plaats, regel het nou van tevoren. Kan de minister nou uitleggen waarom ze de inwerkstelling van deze wet belangrijker vindt dan het van tevoren afbakenen van risico's? Dus bijvoorbeeld ook van tevoren regelen en uitzoeken of bijvoorbeeld de kaders goed zijn. Waarom de haast? Ik weet niet waarom de haast zo enorm noodzakelijk is. De minister. Voorzitter, laat ik helder zijn. Het is niet zo dat wij geen notas van wijziging zouden willen sturen, omdat dat dan de behandeling van de wet zou vertragen. Sterker nog, ik heb, 2-3 weken geleden nog een behoorlijk grote nota van wijziging naar deze Kamer gestuurd. Juist naar aanleiding van het debat dat ik met uw Kamer heb gehad. Juist naar aanleiding van de opmerkingen die de Kamer had bij de kaders voor het overzetten van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel. En dat is ook goed, want dat hoort ook bij de behandeling. Hier, bij het punt van het beleggen met geleend geld, wil ik aangeven wat het dilemma hier is. Wat de uitruil is aan de ene kant als je dat niet zou doen. En aan de andere kant, als je het wel zou doen en tot hoever je dan zou moeten gaan. Dat is een debat wat we hier ook in de Kamer zouden moeten voeren, denk ik. En dat gebeurt nu ook. En welke dilemma's je zit, maar ook hoe weeg je die dilemma's dan? En dat bijvoorbeeld in de berekeningen die we hebben gezien, en dat we de leenrestrictie, dat die, als je die opheft, dat die dus ook welvaartswinst kan opleveren. Dus dat je met dezelfde premieinleg ook hetzelfde collectief risico ook een hoger pensioen kan worden gerealiseerd. Dus daar zit ook een economische ratio achter. En tegelijkertijd zeg je ook van, nou, je wil niet dat dat weer heel hoog kan gaan, omdat we dan weer allerlei vragen krijgen over de risico's waar jongeren tegen blootgesteld worden. Dat is het debat wat we hier moeten voeren. En ik hoop dat we dat ook verder gaan voeren. En ik denk dat ik hoop dat als de heer Omtzigt met een amendement komt, dat we dat debat ook daarna kunnen voortzetten. Dank u wel. Dat is een persoonlijk feit van mevrouw Van Beukering-Huibrechts. Ja, voorzitter, ik wil inderdaad een persoonlijk feit maken. Ik ben net neergezet als iemand die toneelstukjes opvoert, als iemand die geen verstand heeft van deze pensioenwet. Ik weet heel erg goed waar het hier over gaat. Ik heb me de afgelopen maanden, het afgelopen jaar erin verdiept. Ik heb net aan de minister even duidelijk gemaakt wat ik versta onder cijfers. Het ging over scenario's, sets en parameters. Ik hoef me niet te verschuilen achter cijfers, want ik weet wat er nog naar ons toe gaat komen. En ik merk gewoon dat het mij erg veel doet als een collega van de PVV zegt dat ik geen verstand heb van de wet en dat ik toneelstukjes opvoer. Wij zijn hier volgens mij met elkaar om een debat te voeren. We zijn hier vandaag ook bij elkaar om de wet beter te maken. Daar heb ik me de afgelopen maanden heel hard voor ingezet. En daar ga ik vandaag ook gewoon mee door. Maar ik vind het heel vervelend dat als ik nu de hele dag ga interrumperen, het gevoel, en zeker ook bij mensen die meekijken, mensen op de tribune, wordt opgewekt dat ik bezig ben met een toneelstukje. Daarvoor is deze wet veel te belangrijk en zijn de meningen van mijn collega's ook belangrijk. Dank u wel, mevrouw Van Beukering-Huibrechts, de heer Van Kent, SP. Nou, het leek net wel een beetje op het toneelstukje, maar goed, dat terzijde. Ja. Ook voor u, meneer Van Kent. Het was ongeveer de vraag van, heeft de minister nog mensen gesproken die ook voor deze wet zijn? Dat was net zo ongeveer de vraag, maar goed. De vraag aan de minister.